Suriname kan de leider van de agrarische sector in het Caribisch gebied worden. Er moet worden gekeken naar het wegwerken van de obstakels voor het efficiënter functioneren van de sector, wat ook op internationaal gebied zijn voordelen zal hebben. Dit was de boodschap tijdens de vanmorgen gehouden Caribische workshop ter verbetering van de productiviteit in de landbouw, CAPA. Robert Fosher, ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, zegt dat dit project voortvloeit uit een van de programma's van de Verenigde Staten om te werken aan de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector in het Caribisch gebied, vooral Suriname. Fosher zegt verder dat de uitdagingen waar landbouwers mee te kampen hebben onder de loep genomen zullen worden. De weg naar de oplossing is om alle schakels in de sector op één lijn te krijgen voor het bespreken en overbruggen van de obstakels. Het is een important sector voor de future of Suriname. En het is een sector dat ik geloof has huge amounts of promise en huge amounts of opportunity. En hopefully the workshop today will move Suriname along the path to greater agricultural prosperity. To do that, we all need to work together, everybody in this room, all the different elements that I just mentioned, to make sure that Suriname's future is obtained, a future of great agricultural productivity. Now, this workshop is part of a larger effort, as we mentioned, to address food insecurity in the region. Now, one of the main goals of this program is to develop partnerships to help farmers meet market demands. And we hope to do this by encouraging the adoption of good farming practices and using modern climate smart technologies to boost crop yields. Gezien de voedselcultuur van Suriname is het belangrijk om te blijven werken aan het verbeteren van het niveau van de kwaliteit van de agrarische sector, zegt Fosher. Door dit serieus aan te pakken, kan Suriname de leider van de sector worden in het Caribisch gebied. I believe that Suriname has such great potential in this area to be the leading agricultural producer in this region, that any and every effort we can do is going to pay back many, many times and will be important for the prosperity of this country going into the future. Suriname is about to celebrate its 50th anniversary of independence, and I think for the next 50 years, we're going to see the importance of agriculture only increase in this country. So anything that we can do here today and going forward, I think will be important not only for the individuals here, but for your descendants and for the future of Suriname. De Amerikaanse overheid zal de regio blijven ondersteunen bij het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, voedselzekerheid en capaciteitsopbouw.